Jongen of meisje? Zodra je bent geboren is dat eigenlijk het eerste wat de dokter roept. Maar wat als je er daarna achter komt dat je niet in een van die twee hokjes past? Ik zal vertellen wat het zijn. Nou, kijk. Vertel even wat het zijn. Het zijn van die kleine, het zijn van die robotjes dat eigenlijk Autobots zijn. En die kunnen veranderen in robots en meestal nog andere dingen. En die leider die kan ook veranderen in zo'n superrobot, maar dan heeft hij wel die delen van die anderen. Want dan koppelen ze zich aan elkaar. Maar ik heb ook een van die Transformers, alleen is het een Cybertron, maar eigenlijk, ik heb de Ultrasonic, die kan veranderen van robot in shuttle.